Er ligt zelfs een dode rat. Als die brug het niet doet de komende dagen, dan moeten we gewoon weer terug. Ja, dat is een heel eind. Ja, er was een boot vastgelopen. En wij hebben ons best gedaan, maar die boot is te zwaar voor ons om vlot te trekken. We doen dit jaar een rondje België. In deze video varen we van het Zilvermeer bij Mol over kanalen en rivieren via Lier en Dendermonde naar Denderleeuw aan de Dender. We komen zelfs over getijdenwater. We gaan de benedenneten af, de Ruppel en de Schelde. En op de benedenneten en de Ruppel willen we eigenlijk met de ebstroom mee. En op het moment dat we dan bij de Schelde aankomen, dan willen we eigenlijk met de vloed mee verder de Schelde op. Dus dan ga je kijken van wanneer is het echt eb bij Antwerpen. En dan ga je terugrekenen hoeveel tijd je nodig hebt om de neten en de Ruppel af te varen. En dan weet je ook op welk moment je moet vertrekken. We zijn nog maar een half uur onderweg, maar dit was alweer de tweede sluis van de dag. En er komen er nog veel meer. De sluis die is 7,30 meter, geloof ik. Qua verval? Ja. Qua verval. We hebben extra lange landvasten gekocht van 20 meter. Die hebben we ook klaargelegd. Maar het is op slim al weer de reddingsvest aan. Ja. Zal ik even helpen? Ja, graag. Sluis hier het Hals, goedemiddag. Motorboot Canicula. We willen graag een schutting naar het Albertkanaal. Sluis hier, hij staat op ons. Is hij al dicht? Ja, gaan zo de diepte in. Na de sluis, met het verval van bijna 7,5 meter, komt het kanaal Bocholt-Herentals uit in het Albertkanaal, dat Luik verbindt met Antwerpen. Wij zien er een beetje tegenop, omdat we veel binnenvaartschepen verwachten. Maar dat blijkt vandaag mee te vallen. Voorlopig nog hartstikke rustig, hè? Als het zo blijft, dan doe ik het ervoor. Niks Amsterdam-Grijnkanaal op deze manier. Je weet niet of het altijd zo is, hè? Nee, zeker niet. We hoeven ook maar een klein stukje. Al na 10 kilometer gaan we bakboord uit het Netenkanaal op. Met natuurlijk weer een sluis. Halverwege het kanaal leggen we aan bij Lier, waar we wel wat uitleg nodig hebben bij de stroomvoorziening. Het Netenkanaal stroomt in een grote bocht om Lier heen, waardoor het vanaf de aanlegplaats een mooi stukje wandelen is naar de historische binnenstad. En ik loop natuurlijk weer braaf achter hem aan. Dan krijg je ook wat. Daar moeten we heen. Het stadhuis met Belfort staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Net zoals het middeleeuwse Begijnhof. Ooit voor religieuze vrouwen. En er zijn nog meer pareltjes te bewonderen, zoals de Zimmertoren met zijn jubelklok en de Sint-Gemariskerk, genoemd naar de beschermheilige van de stad. Maar waar ik vooral behoefte aan heb tijdens deze warme dagen, is een lekker kort kapsel. En waarom de inwoners van Lier schapenkoppen worden genoemd? Ga dat zelf maar bekijken. Dit was ongeveer 2 meter, maar dat is niet altijd zo, hè?
Nee, het is afhankelijk van tij. Het zit nu vrij dicht tegen de laagwaterstand aan, zeg maar. Bij hoogwater is het denk ik nauwelijks verschil tussen de Neten en het Netenkanaal. Maar wij wisten niet zo goed wat ons te wachten stond, hè? Nee, het enige informatie die ik had was dat het verval afhankelijk was van het getij. Dus, zaten we weer met die lange touwen te klooien? Ja, ging toch best goed? Zeker. Nou, dan varen we nu de Neten op. Als het goed is, met stroom mee. Hier begint onze tocht over het getijdenwater, laagwater. En we zien al snel wat dat kan betekenen. Wat gebeurde er nou? Ja, er was een boot vastgelopen. En die vroeg om hulp. En wij hebben ons best gedaan, maar die boot is te zwaar voor ons om vlot te trekken. Dus we zijn weer verder gegaan, maar nu zien we dat die boot toch uit zichzelf is losgekomen. En zoveel meer diepgang dan wij heeft die boot niet. Maar goed, hij vaart weer. Dit is de plek waar de Deiler bij de Neten komt. En daar geldt specifieke waarschuwing voor dat je bij laagwater in de buitenbocht moet blijven. Nou ja, daar zat hij toch ook in? Ja, dus ik vind het een beetje gek. Maar misschien zat hij er wat te vroeg in. Te vroeg bij de splitsing. De Neten gaat over in de Ruppel, waar in de verte een torentje fier uitsteekt boven de dijk. Het hoort bij het kasteel Den Bocht, genoemd inderdaad naar een bocht in de Ruppel, die 12 kilometer lang naar de Schelde stroomt, waar hij voorbij het plaatsje Boom uitkomt bij Ruppelmonde, aan de andere kant van het water. Een mooie strategische plaats voor een waterburcht, vonden de graven van Vlaanderen. 5 eeuwen lang trotseerde het kasteel elke aanval op haar gigantische muren. Maar zo rond de 17e eeuw brokkelde de vesting af, totdat alleen de torenvoet nog overbleef. Bij Ruppelmonde ligt ook de Westhinder, die jarenlang straalde als lichtschip op zee, maar die nu alleen nog glans geeft aan de Schelde. Achter het paviljoen ligt nog een interessant gebouw, het kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde, die alom wordt beschouwd als de schrijver van misschien wel het bekendste lied van Nederland. De Schelde slingert zich 350 kilometer door Frankrijk en België, om uiteindelijk in Nederland in de Noordzee te stromen. Onderweg wordt hij gevoed door rivieren als de Ruppel, de Durme en de Dender, die hier uitkomt bij Dendermonde. De plaats is bekend van films en tv-series, maar vooral ook vanwege het Ros Bejaard, het gigantische paard uit het verhaal van de vier heemskinderen. Eén keer om de 10 jaar zien de straten van Dendermonde er zo uit. Want dan komt het Ros Bejaard eindelijk nog eens uit zijn stal. Het liep slecht af met dat ros. Maar in Dendermonde wordt hij elke 10 jaar weer tot leven gewekt. Ondertussen beleven wij beneden aan de rivier hele andere avonturen. We liggen weliswaar aan een drijvende steiger, zodat we geen last hebben van het getijdenverschil. Maar er komt van alles voorbij, met soms weinig, maar vaker met veel golven. Hou vast. Even verder de Dender op lig je wel rustig, maar daar is weer geen douche. Er is allemaal troep tussen de boot gekomen met het water mee. Er ligt zelfs een dooie rat. Gadver. En wat ga je nou doen dan? Ja, maar je probeert het spul hier weg te krijgen. Straks met de boot weggaan, dan willen we het ook niet in de schroef krijgen.
go with the flow. We gaan zo richting Gerardsbergen. Alleen, daar kunnen we niet komen, want er is een brug tot maandag 12 uur in onderhoud. Dan kunnen we aanleggen in Aalst, maar dat schijnt niet zo aantrekkelijk te zijn. Waarom niet? Ja, we kwamen een Belg tegen bij het Silvermeel. Die zei dat het een beetje onveilig leek. Nou ja, we zullen het zelf wel bekijken. En dan kunnen we doorvaren naar Denderleeuw. En daar is een aanlegplek voor 1 of 2 boten. Oh, en als die dan vol is? Ja, dan moeten we alsnog terug naar Aalst. En wie heeft door 4 sluizen? Nee, maar 3. De sluis ligt in de bocht. Ja, het gaat niet snel, hè? Met stroom tegen. Pardon, wat zegt u? U bent daar geregistreerd? Ja hoor, bij binnenkomst van België. Waterbiljet? Jazeker. Ja, dan ga ik het gebied wel terugvinden. Ja, prima. Dan maken ze klaar. Dank u wel. Ja, hier is een ring in de muur. Hier zo. De sluizen tussen Dendermonde en Aalst zijn inmiddels geschikt gemaakt voor grotere vrachtschepen. Maar vanaf hier zijn ze nog authentiek, met afmetingen waarop de zogenoemde spitsen zijn afgestemd. Al wordt ook deze sluis binnenkort vervangen. Voor een biertje. Vlak na Aalst komen we bij Denderleeuw. De twee passantenplaatsen worden omsloten door een fiets- en wandelviaduct, waardoor we een beetje het gevoel hebben alsof we in het theater zijn beland, met de Canicula als hoofdrolspeler. Geeft nu zo'n beetje 95 watt energie. Denderleeuw heeft behalve een druk station, een enorme kerk, ook een supermarkt. Daar gaan we zo naartoe. Eerst willen we weten of we wel verder kunnen vandaag. Nou, dat heeft denk ik weinig nut. Zou je ons terug willen bellen? Wij liggen met de boot in Denderleeuw en willen graag door de oude kaaibrug. En we zijn benieuwd of die inmiddels weer bediend gaat worden. Dank u wel. Nou, even een ander nummer proberen. Heb je er nog één? Ja, dat weet ik veel. Misschien de sluis bij Polaren. Ja, goedemorgen met Pieter Roesier van de Canicula. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, wij zijn gisteren door uw sluis gekomen. Ja, ik weet dat. Ik heb mijn collega's dat laten weten. Ja, en ik heb... Het ligt aan de steiger in Denderleeuw. Dat klopt helemaal. En we proberen nou contact te leggen met de brug die uit dienst was in Nienoevee. Alleen, we kregen geen gehoor. Heeft u inmiddels nieuwe informatie? Ik heb ondertussen nieuws en ik ga u moeten teleurstellen of u de boodschap moeten brengen dat er voorlopig nog gestremd blijft. En dat geldt voor een aantal dagen wel? Ik heb er geen idee van. Nee. Ze gingen mij kort na de middag laten weten voor hoeveel tijd dat ze nog gaan bijnemen. Oké. Okay. Kunnen we dan terugbellen? U mag rustig terugbellen, dat is geen probleem. Goed, gaan we straks eerst even boodschappen doen hier ter plekke en dan bellen we u even terug als het mag. Maar neem zeker niet voor 12:30. Nee, prima, is helemaal goed. Het blijft een avontuur, onze vaartocht door België. Want het loopt toch weer anders dan we verwachten. Dat was super tof van die sluiswachter, hè? Dat hij ons even kon vertellen dat de brug niet meer gestremd was. Ja, en een enorme meevaller. Want anders dan hadden we helemaal terug moeten. Ja. Dus het wordt vanavond Gerardsbergen. Ja. Ik hoop dat ze daar een douche hebben. Volgens mij wel. En dan moeten we de sluiswachter van Ninove ook nog even bellen, hè? Ja. Ja, je kunt denk ik nu wel bellen en zeggen dat we onder de N28 doorvaren. Ga ik dat doen.
Die trip kun je in de volgende video bekijken. Net zoals de reis door het kanaal van Blaton Ad met zijn 21 sluizen. En niet te vergeten de geweldige scheepsliften die ons omhoog tillen bij Tjeu. Geef de video een like, abonneer je op ons kanaal en wil je ons steunen? Dat kan via de knop bedankt onder deze video. We bedanken de mensen die dat al gedaan hebben heel hartelijk. We zijn er super blij mee. En iedereen natuurlijk bedankt voor het kijken.